Ik ben leerkracht kapper en visagie. En we zijn momenteel dus bezig met de make-up awards die nu aan de gang zijn. Dat doen wij om de leerlingen een extra uitdaging te bieden. En dat doen ze tijdens hun opleiding voor het tweedejaars en derdejaars. Het lijkt me toch niet iets om mee over straat te gaan? Nee, het is er net even dat extraatje. Ze krijgen allemaal een thema en dat mogen ze dan uitbeelden. De groep die nu bezig is de natuur. En straks komt het thema Picasso. Het is wel de bedoeling dat ze kwalitatief goed werken, maar het mag inderdaad hun eigen creatie zijn die je inderdaad niet altijd op straat ziet lopen. Dit gebeurt elk jaar. Dit is nu het derde jaar en het wordt telkens groter en zo groeien we uit. Ja. In deze wedstrijd nemen ze allemaal hun eigen modellen mee. Ja. Dan hebben ze voor de tijd kunnen oefenen dus. Ja, ze hebben kunnen oefenen tijdens de lessen, maar we hebben ook echt ontzettend veel leuke stageadressen die ze daarbij ook helpt en ondersteunt. Dus het is een samenwerking van school en het bedrijfsleven.